Pieter Hilhorst, als informateur adviseert u in eerste instantie om met Nieuw Elan, CDA en GroenLinks te gaan onderhandelen voor een nieuwe coalitie. Waarom nog niet met VVD? We hebben alle partijen gevraagd naar of ze mee wilden doen. Daaruit bleek dat er 5 partijen waren die zeggen wij willen wel meedoen in het college. Dat is Nieuw Elan, de VVD, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie. Daarvan hebben we op een rijtje gezet wat de mogelijkheden waren. En Nieuw Elan, CDA en GroenLinks hebben alle 3 gezegd wij willen als liefste eerst met elkaar praten. En dat is voor mij een reden geweest om daar de nadruk op te leggen. En te zeggen daar moet je mee beginnen. Maar daarmee staat VVD allesbehalve buitenspel. Want de kans is wel groot dat zij er alsnog bijgehaald gaan worden op een later moment. Ik heb in het rapport laten zien dat er de wens van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks is om eerst met elkaar te praten. Dan zijn er 3 manieren om daarna door te gaan. Het ene is met 3 partijen heb je ook een meerderheid van 21 zetels. De tweede mogelijkheid is om met de VVD een college te vormen. Dan heb je 4 partijen met die 3 en de VVD. En de derde mogelijkheid is om met die 3 partijen met de ChristenUnie samen een college te vormen. Wat zijn de risico's van die 3 verschillende varianten in uw ogen? In het rapport heb ik opgeschreven wat de partijen daarover zeggen. Dan zeggen ze van nou ja, een coalitie van 21 zetels is een krappe meerderheid. Dan kan het zijn dat mensen door ziekte opeens geen meerderheid hebben. Dus er zijn sommige partijen die zeggen van nou dat willen we liever uitbreiden. Andere partijen zeggen van nee, maar dat is juist goed. Dan heb je 3 partijen die elkaar nodig hebben. Een coalitie samen met de VVD heeft als mogelijk nadeel dat het een hele grote coalitie is van 27 zetels, waardoor de oppositie nog maar 12 zetels over heeft en daardoor heel klein is. Dat kan de verhoudingen tussen het college en de oppositie kan dat eigenlijk minder evenwichtig maken. En het is iets anders dat daarmee de verhoudingen binnen het college anders zijn, omdat dan Nieuw Elan nodig is, maar alle 3 de andere partijen mogelijk niet nodig zijn. Dus er kan op elk moment worden gezegd, wij kunnen ook doorgaan zonder jou. Dat is een nadeel van die formatie. Wat je wel voordeel hebt, is dat je grote steun hebt in de raad. En de derde mogelijkheid is samen met de ChristenUnie, dan heb je een grotere steun in de raad van 23 zetels. Maar dan heb je wel 1 partij die eigenlijk meer krijgt dan op basis van de verkiezingsuitslag verdiend zou zijn. Toch nog even inzoomen op VVD, want de tweede partij van Alphen die notabene winst maakt, er in eerste instantie niet bij zet, is natuurlijk per definitie gek. Toch geven die 3 partijen dat aan. Heeft dat te maken met het verleden van de VVD, met wat er in de afgelopen 4 jaar en dan specifiek afgelopen zomer is gebeurd? De reden waarom de 3 partijen kiezen in eerste instantie voor elkaar, dus Nieuw Elan, CDA en GroenLinks, is dat zij nadat de VVD uit het college is gestapt, dat GroenLinks een gedoogsteun heeft gegeven, dat daar een goede samenwerking uit voortgekomen is en dat ze ook bij de plannen voor duurzaamheid goed met elkaar hebben samengewerkt. De VVD heeft een nieuwe ploeg, daar is een mindere geschiedenis mee met samenwerking en dat is de reden waarom er gekozen is in eerste instantie voor deze 3 partijen. Maar de belangrijkste thema's zijn woningbouw in de polder en infrastructuur. En daar denkt GroenLinks toch op zijn zacht gezegd een tikkeltje anders over dan de andere partijen. Dus dat is het wezen van een coalitie vormen, dat je compromissen sluit. En bent u het eens met bijvoorbeeld Nieuw Elan dat een 3-partijencoalitie met maar 21 zetels, dat eigenlijk geen optie is? Dus dat er voor het mooie sowieso een 4e partij erbij zou moeten komen, ongeacht wie dat dan is? Het leuke van een informateur zijn is dat je het met niemand eens hoeft te zijn en met niemand oneens hoeft te zijn. Ja, maar het leuke van informateur zijn is wel dat hij ook gewoon een mening heeft. Zeker, ik heb ook een mening over. Alleen als informateur is het mijn rol om eigenlijk te verzamelen wat de meningen van mensen zijn en daar de logische conclusie uit te trekken. En dat is wat ik in het rapport heb gedaan. Welk advies geeft u de formateur mee? Nou, de formateur geef ik mee. Dus het eerste wat ik aan de gemeenteraad heb gezegd, laat Nieuw Elan voortouw nemen bij de formatie. Dat hebben alle partijen ook gezegd. En het tweede is, begin met deze 3 partijen. Nieuw Elan, CDA en GroenLinks. En kies daarna of je het wil uitbreiden en zo ja met wie. Welke van de 2 zou u doen? Er zijn 3 varianten. Je kan dus zeggen, je gaat met de 3 verder. Of je haalt de VVD erbij of je haalt ChristenUnie erbij. En dat is aan de 3 partijen om daar de keuze uit te maken. En wat zou u doen? Dat is echt aan hen. U heeft er wel een mening over, u heeft er wel een beeld bij en als ze u om advies vragen, dan geeft u dat antwoord ook. Dus als ik nou vraag, wat zou uw advies zijn als u voor die 3 varianten moet kiezen? Mijn advies is om met z'n 3 te kiezen welke variant je wil hebben. Omdat dat het belangrijkste is, want die 3 partijen moeten 4 jaar verder.